Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe 3 looks 1 palette video. Deze keer met het nieuwe Huda Beauty Empowered palet. Ik heb al een volledige review met swatches op mijn kanaal staan. Die video staat al online. En nu ga ik jullie 3 looks laten zien die je met dit palet kan maken. Laten we gauw beginnen met de allereerste look. We gaan beginnen met de kleur Big Dreams. Daar pak ik niet te veel van op en die kleur breng ik aan in de arcadeboog. Die blend ik dan naar boven. Deze kleur lijkt in de pen wat grijzig. Overigens, nu ik het op beeld zie, denk ik, nou, dat valt wel mee. Maar in het echt lijkt hij wat grijzig, maar op het oog is hij exact zoals je hem nu op beeld zag. Heeft hij iets rozigs in zich. Maar wel een hele mooie kleur. Het is een beetje gek weer buiten. Zoals jullie misschien wel weten, film ik zonder kunstlicht. Dus moet ik het hebben van het licht wat ik van buiten krijg. Maar er is af en toe wel zon en dan ineens komt er weer een gigantische wolk voor de zon. Dus het zou kunnen dat het licht af en toe verandert. Ik ben wel van plan om een ringlight te gaan kopen. Mocht je nou een tip hebben voor een goede en toch een beetje betaalbaar graag, dan hoor ik het graag. Zo, dan zit de allereerste kleur erop. En dan ben ik even aan het kijken wat ik dan nu wil. Dan ga ik voor een iets smallere kwast. En dan ga ik voor de kleur Winner. Die ziet er een beetje grijs-paars uit. Ik ben heel benieuwd hoe die uitpakt op het oog. En die breng ik dan ook aan in de arcadeboog. Maar die hou ik onder die eerste kleur. Ja, daar wordt het allemaal iets koeler van. Zo. Ga ik het dan nog iets donkerder maken? Heel klein beetje. Dan pak ik een plattere kwast voor. En dan ga ik dat doen met de kleur. Ik denk dat ik voor Confident ga. Dat is deze. Dat is deze kleur. En dan een heel klein beetje. En dat breng ik dan aan in de buitenste ooghoek. Echt niet te veel. Want ik wil het niet te donker hebben. En ook zeker niet te paars vooral. Zo. Dan met die allereerste kwast ga ik nog even over de randen om alle drie die kleuren in elkaar te blenden. Goed in elkaar te blenden. En dan voor op het bewegend ooglid ga ik voor de kleur Bold Moves. Die pak ik dan gewoon op met mijn vinger. En die druk ik als het ware op het ooglid. Het is een waanzinnig mooie glitterige kleur, maar hij geeft wel wat fallout. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, dat ben ik ook wel een beetje gewend van Huda Beauty. Ik heb mijn gezichtsmake-up nu al gedaan, maar misschien is het geen gek idee als je eerst je ogen doet en daarna pas je gezichtsmake-up. Ja, eerlijk is eerlijk. Het is de moeite wel waard. Nou, er zijn sowieso mensen die hun gezichtsmake-up sowieso altijd na hun ogen doen. Maar ik doe altijd liever eerst mijn gezicht en dan mijn ogen. Is niet per se een reden voor, gewoon omdat. Dan pak ik die eerste kwast weer. En dan ga ik weer over de randen. Dan pak ik die plattere kwast en dan pak ik de kleur Confident nog een keer. En die breng ik dan een beetje terug. Zo, dan gaan we eens even kijken of ik die fallout kan wegsweepen, want het is echt wel heel erg hoor. Ik weet niet in hoeverre jullie dit goed kunnen zien, maar het is onder mijn ogen één grote glitterbom. Ik ga even een plakbandje pakken. Als je fallout nou echt niet weg kan krijgen, dan kan je met een plakbandje vaak het zo wel wegkrijgen. Moet je wel oppassen dat je niet je hele gezichtsmake-up eraf haalt. Maar zeker even voor de grote glitters werkt dit altijd wel heel goed. Want ze zitten inmiddels zelfs hier. En dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Dan gaan we door naar de onderkant van mijn ogen. Dan pak ik allereerst met een kleinere kwast die kleur Confident. Die breng ik aan onder mijn oog. Het eerste op het buitenste stuk. Tot ongeveer de helft van mijn oog. En dan pak ik een klein fluffy kwastje. En daarmee pak ik de kleur Big Dreams. En dan blend ik dit uit. Zo. Ja, en dan zit er niet echt een inner corner highlighter in het palet. Dus daar ga ik gewoon even mijn highlighter voor pakken. Want dat vind ik wel mooi staan, denk ik, bij deze look. Dan gebruik ik gewoon de highlighter die ik hier nu heb liggen en die ik nu ook op mijn gezicht heb. En dat is van Becca. Die is niet meer te koop, sorry. De kleur Moonstone. En die breng ik dan aan in de binnenste ooghoek. Maar daar kan je natuurlijk iedere champagne-achtige kleur highlighter voor gebruiken. Om dit te doen. Dan maak ik het even af met mascara. Ik doe even iets op mijn lippen en dan ben ik bij jullie terug. Zo, mascara zit erop en ik heb iets op mijn lippen. Op mijn lippen heb ik een lipstick van Pat McGrath in de kleur... Even kijken hoor. Divine Rose. Dit is een van de Matte Trends lipstick in de kleur Divine Rose. Dan is dit de eerste look. Ik vind hem mooi geworden. Ja, ik vind vooral de shimmer echt prachtig. Wees er wel een beetje voorzichtig mee, want hij geeft dus heel veel fallout. Je hebt ook echt niet zoveel nodig, dus je hoeft niet je hele vinger erin te harken. Als je gewoon een klein beetje dipt, heb je waarschijnlijk al genoeg. Maar ik vind het een hele mooie look geworden. Ik ben er heel blij mee. Ik ben heel benieuwd wat voor looks ik nog meer met dit palet ga maken. Dus laten we gauw gaan kijken. Dan gaan we gauw door naar dag 2. Wij zijn aangekomen op dag 2 en zoals ik in de vorige look al zei, denk ik dat het verstandig is om eerst mijn oogmake-up te doen en daarna pas mijn gezichtsmake-up. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb dus nog niks op mijn gezicht zitten en we gaan eerst de ooglook doen. En ik ben van plan om vandaag een beetje meer te gaan spelen met de peachy-achtige tonen, de peach zalm. Dus ik ga beginnen met de kleur Power. Ik heb mijn oogleden wel geprimed trouwens met de... I Love Color Intensifying Eyeshadow Base van Essence. Deze. Vind ik een hele fijne oogschaduwbasis. Die kleur Power breng ik aan in de arcadeboog. En die blend ik dan net als eigenlijk altijd een beetje naar boven. Een hele mooie lichte, maar goed gepigmenteerde peachy kleur is dit. Zo, en dan twijfel ik een beetje of ik voor Best Self ga of voor Get It. Ja, ik ga voor Get It. Die is iets donkerder. Best Self is iets meer bruintoon. En deze kleur breng ik ook aan in de arcadeboog. Het meeste aan de buitenkant en dan blend ik hem de arcadeboog in. En die hou ik uiteraard weer onder die eerste kleur. Blend ook heel mooi weer in elkaar. Krijgt een heel mooi overloopje. Dan denk ik dat ik dit gewoon zo laat. Dat ik daar niet nog een kleur in de buitenste ooghoek bij ga aanbrengen. Het wordt wel een beetje een lenteachtige look geloof ik op deze manier. En dan ben ik even aan het kijken wat ik met het bewegend ooglid ga doen. Of ik dan voor goud ga of dat ik voor deze ga. Deze kleur heet Do It. Dus we gaan het doen. Maar ik ga eerst op het eerste deel van het bewegend ooglid deze kleur, die heet Visionary, aanbrengen. Gewoon met mijn vinger. En die doe ik dan alleen op het eerste deel. En dan op de rest van het bewegend ooglid ga ik voor Do It. Daar ga ik heel voorzichtig mee doen, want zoals we gisteren hebben gezien, zijn deze kleuren best wel heftig. En die breng ik dan aan op de rest van het ooglid. En dan ga ik een klein beetje over die, hoe heet die ook weer? Visionary. Zodat het mooi in elkaar overloopt. Nou ja, ook deze kleur heeft weer wat fallout. Dus ik ben blij dat ik eerst mijn ogen doe en dan pas mijn gezichtsmake-up. Dan pak ik die kwast weer
En daarmee ga ik eerst over de randen. Zodat je een mooie overloop krijgt met de shimmer en de matte kleuren. En dan druk ik nog een beetje die twee kleuren op het ooglid in elkaar. Dit is dan hoe het eruit ziet. Dan maak ik even de boel onder mijn ogen schoon. Doe ik even mijn gezichtsmake-up en dan kom ik bij jullie terug. Oké, gezichtsmake-up zit erop. Dan kunnen we verder met de onderogen. En dan ga ik als eerste voor Get It. En die breng ik aan op het buitenste deel onder mijn oog. Die verbind ik dan met de bovenkant. En dan trek ik hem een beetje door tot ongeveer op de helft. Dan pak ik een klein fluffy kwastje. En daarmee pakken we deze kleur, die Best Self. Power, sorry. En daarmee blend ik deze kleur dan uit. En ook dat verbind ik weer met de bovenkant. Zoals we gisteren hebben geleerd, zit er niet echt een mooie highlight kleur in. Dus ik gebruik weer dezelfde highlighter als gisteren. Becca Moonstone. Want die breng ik dan aan in de binnenste ooghoek. Dan maak ik het nog even af met mascara en doe ik iets op de lippen. En dan ben ik weer bij jullie terug. Mascara en lippen zijn gedaan. Op mijn lippen heb ik een lipstick van Charlotte Tilbury in de kleur In Love With Olivia. En dan is dit look nummer 2. Ik moet eerlijk bekennen, dit zal niet mijn favoriete look gaan worden. Maar deze kleuren waren zo'n aanwezig stukje in het palet dat ik er wel iets mee wilde. Maar het zijn gewoon niet helemaal mijn kleuren. Ik ben hier gewoon niet zo'n fan van. Ik vind hem op zich wel mooi. Ook deze kleuren blenden weer mooi. De shimmer ja, is mooi. Ik vind hem niet bijzonder als ik eerlijk ben. Nee, dat niet. Maar het ziet er mooi uit. Het zal alleen niet mijn favoriete look worden. Maar goed. Wij gaan dan nu gauw door naar dag nummer 3. Dan zijn we aangekomen bij dag 3. En voor de derde look wil ik iets met een van die twee gouden kleuren gaan doen. Dat vind ik wel leuk. En als eerste, als transitiekleur, begin ik met de kleur Power. Mijn oogleden zijn al geprimed. Deze kleur breng ik aan in mijn arcadeboog. En die blend ik dan naar boven. Dan met diezelfde kwast pak ik de kleur Big Dreams. Die breng ik ook aan in de arcadeboog. Maar die hou ik dan onder die eerste kleur. Die breng ik ook heel lichtjes aan. Gewoon om het net even iets donkerder en koeler te maken. Dan met een wat plattere kwast pak ik de kleur Legacy. Niet te veel, klein beetje. En die breng ik dan aan in de buitenste ooghoek. Die stempel ik zeg maar een beetje op mijn ooglid eerst. En dan blend ik hem een klein beetje de arcadeboog in. En dan met die eerste kwast blend ik die kleuren mooi in elkaar. En dan moet ik dus even kijken welke van de twee gouden kleuren ik wil. Want dan hebben we Limitless en we hebben Charisma. Die lijken niet heel erg verschillend van elkaar. Charisma is iets geler dan Limitless, lijkt wel, ja. Kijk, de bovenste is Charisma. Die is iets geler. Dat ga ik doen. Die pak ik gewoon op met mijn vinger. En die druk ik dan op mijn ooglid. Hele mooie, heftige shimmer is dit. Dan pak ik die eerste kwast weer. En daarmee ga ik eerst hier over de randen. Om de harde lijn van die shimmer een beetje te vervagen. En dan pak ik die plattere kwast nog een keer en de kleur Legacy. En daarmee breng ik die kleur Legacy nog een beetje terug.
Zo. Dan doe ik even mijn gezichtsmake-up en dan kom ik bij jullie terug om mijn onderogen te doen. Goed, de rest van de make-up zit erop, dus dan kunnen we verder met de onderogen. En dan ga ik beginnen met de kleur Legacy. Die kleur breng ik dan aan op het buitenste gedeelte onder mijn oog. Precies tegen de wimperrand aan. Zo. En dan pak ik een kleiner fluffy kwastje. En dan denk ik dat ik alleen Power nog erbij aanbreng. Dus dat is de allerlichtste kleur die we hebben gebruikt. En daarmee blend ik dit dan uit. En dat breng ik door tot mijn binnenste ooghoek. En dan voor mijn binnenste ooghoek en mijn wenkbrauwbot heb ik een Super Shock highlighter van Colourpop in de kleur Stole the Show. Die breng ik dan nog aan in de binnenste ooghoek. Dat verbind ik dan ook een beetje met de onderkant. Het valt helemaal niet zo heel erg op, maar het is net mooi. En nog een klein beetje, niet te veel op het wenkbrauwbot. Dan maak ik dit nu af met mascara en ik doe even iets op mijn lippen en dan ben ik bij jullie terug. Zo, mascara zit erop, lippen zijn gedaan. Op mijn lippen heb ik een lipstick van Dior in de kleur 434. En dan is dit de derde look geworden. Ik ben best wel tevreden. Ja, ik vind het er mooi uitzien. Ik vind het ook wel een draagbare look, maar het is toch fa-fa-voem, zeg maar. Maar ik vind het zeker wel draagbaar. Ik zou zo gewoon mijn dochter uit school gaan halen. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi geworden. Ja, ik ben best wel tevreden. Laat mij vooral even in de reacties weten wat jullie van deze look vinden. Wat jullie van alle drie de looks vinden. Heb je een favoriet? Zo ja, welke is dan je favoriet? Daar ben ik allemaal heel erg nieuwsgierig naar. En dan was dit het einde van deze video. Dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!